Een hele goede morgen. Ik ben vandaag wakker geworden in België. En ik heb heerlijk ontbeten. Ik heb mijn crackers gehad met mijn avocado ijssalade. Ik vond tot nu toe wel echt het minst lekkere salade, als ik heel eerlijk moet zijn. Maar het is gewoon super gezond. Maar dat ga ik denk ik hiermee maken. Ik heb net mijn make-up lopen doen. En ik ga nu even snel mijn haar fixen. Besef, ik heb mijn pyjama gewoon hieronder. En ik heb deze er doorheen gedaan. Dat ik het gewoon koud heb. Even snel mijn haar doen. En wat ik doe is, zeggen de mensen van ja, de volgende dag zit mijn haar eigenlijk niet goed. Hoe doe je dan je haar? Wat ik eigenlijk doe is gewoon een beetje nat maken zo. Nog meer water erin. Zo een beetje nat maken. Dat het kroesje een beetje eruit gaat. Zodat je haar opnieuw kan stylen. Niet te erg nat maken. Want dan moet je helemaal opnieuw beginnen. En dan gebruik ik even een crème of een olietje erin. Dit is van Deva Curl Super Cream. En dat gebruik ik op dit moment. Ik vind hem wel heel erg prijzig, als ik eerlijk moet zijn. Maar hij doet zijn werk wel goed. En dan doe ik gewoon dit. Eentje smeer. Kijk, ik gebruik echt zoveel. Nou, vooral van de voorkant heel goed. Trouwens, de producten van Deva Curl ruiken echt heel exotisch. Ik word er echt bijna misselijk van. Maar er zijn dus sommige mensen die het wel echt super lekker vinden ruiken. Ik ga nu even een föhn pakken en dan ga ik het heel kort föhnen. Heb je dit? Ik heb echt heel even gefund. Echt niet lang, niet eens een minuutje of zo. Dan heb ik gewoon dit. Ik ga even snel dit opruimen. En dan ga ik omkleden. Oep. Hup, hup, hup. Ik ga weer even dit topje onder deze trui doen met een zwarte broek. En dan ben ik klaar. Oh, inmiddels in de auto. Nog steeds in België, maar we gaan weer apart even rijden. Want we gaan nu dus naar de garage waar ik mijn auto moet achterlaten, helaas. En dan rijden we met de auto van Nessie verder. Dus dat is nu voor even de planning. Nou, ik zit momenteel in een Mercedes E-klasse. Volgens mij... Nou, opeens weet je die naam. Ik heb net nog gevraagd daarom. En volgens mij ga ik echt zo doodschrikken. Rij rustig, hè? Anders word je gek, denk ik, van die geluid. Naar links. Wil je zo de richting al aan hebben? Maar dan doe gewoon je vinger uit het raam. Okay. Rustig, rustig, toch? Rustig, ja, die rustig. Nee, ik wil echt heel hard. Maar zwaaien. Oh, ik kan al meer dan 140. Maar één keer 160, ja? Goed is voor jou, hè? Oh. Jelle, jelle, klaar, klaar. Je voelt dat erg. Mag ik hard rijden hier? Ja. Oh mijn god, jullie moeten gewoon erg aan, oké. Okay. Wees stuur goed vast aan, hè. Nee, joh. Dit is echt eng, man. Oh, ik ging 160. Hè? 160 ging ik. Op een klein stukje? Ja. What the fuck? Hij gaat heel snel heel hard, hoor. Een beetje spin. Stop, 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 alsjeblieft, stop. Gelijk, ben zo bang, hè. Kunnen we alsjeblieft teruggaan? Ja. Wij zitten nu in de Jeep van Nessie. Ik heb met een AMG gereden. Dat is wel echt fucking vet. Besef, mensen mag niet eens vertrouwen in mij. Nou, andere... ik was gewoon bang. Jij was echt vet. Nessie was gewoon echt aan het gillen naast mij. Ik vond het best wel hilarisch. Alleen daarom vond ik het al leuk. Nee, ik vond het echt heel erg vet. Ik heb trouwens nog nooit in een Mercedes gereden sowieso. En al helemaal.
Oké, mijn batterij is leeg. We gaan nu heel snel naar oma en opa. We gaan daar thee drinken. Ik praat heel snel voordat mijn camera weer uitvalt. Hallo. We zijn nou in Terneuzen. Hier, zeg maar weer iets voor mijn batterij weer uitgaat. Mijn batterij gaat weer uit. Mijn batterij. Wij zijn nu bij opa en oma. Gezellig, hè? Ik ben het wachten op mijn soep. Nou, ze kan hier lekker eten. Ze heeft hier wat... Gaat ze ook die loempjes voor je maken? Ik weet het niet. Ik laat me verrassen. Ja, nou, ze kan hier echt lekker eten. Wij krijgen een lekker theetje. Kijk wat Nessie krijgt. Wat zit hierin? Kaas. Kaas. Ben je in me? Ja. Oh, lekker. Eet smakelijk hoor, Nessie. Wat is het dan? Ja, vreet maar. Alweer. Je bent echt erg, man. Thumbnail. Oh, lekker hoor. Is het lekker, Ness? Mm-hmm. Bellen gewoon mensen aan hier om met Ness op de foto te gaan. Waarvoor? Twee. Ik ga stuk. Nou, wij zijn net weg bij oma. Oh, ik ben nu wel een beetje grumpy, want ik heb echt zoveel honger. Grumpy. Ik heb echt al, denk ik, zo'n 6, 7 uur nog niks gegeten. Maar Nessie heeft heerlijk gegeten. Ik heb heerlijk gegeten. Hij heeft echt een stuk of 8 broodjes naar binnen gewerkt. Oh, die hebben echt een monster geworden. Ik ben oma's kindje. Ik kan het echt niet meer volhouden, dus we rijden nu langs de Mac. En ik neem gewoon een cheeseburger zonder ketchup. En dan eet ik gewoon de burger op zonder de brood, want... Oeh, een vrouw die honger heeft. Dankjewel. Alsjeblieft. Cheeseburger zonder ketchup. En ik ga hem dus zo eten zonder brood. Kijk hoe mooi de lucht nu is. Het is gewoon roze. Wauw. Nessie is mij een rondleiding aan het geven in Zelzaten, toch? Ja. En het was zijn school vroeger. Ik ga stuk. Leuk hoor, Nes. Dit is de middelbare school van Nessie. Hoe heet deze school? Sint-Laurens. Nou, volgens Nessie stonden hier altijd de stoere jongens. Bij deze deur. Hier heb ik ook op school gezeten. Zo, je hebt overal op school gezeten. Het is één grote school, maar het is aan de andere kant. Gekke shit, man. Kijk, deze grote kip. Is te gruwelijk uit. Fuck. Keto. Keto, keto, keto. Hier. Keto, keto. Ik heb heerlijk gegeten. En wij gaan zo weer vertrekken naar Nederland. Dus ik ben even mijn tas even aan het inpakken. Wat ik wil zeggen is dat ik merk dat ik heel chagrijnig word als ik niet op tijd eet. Ik merk gewoon dat je met deze lifestyle, als je echt heel gezond wil eten, dat je echt gewoon je dingen gewoon voor moet bereiden. En overal mee moet nemen. Want waarheid is gewoon dat het gewoon heel moeilijk is om buiten en... Bij anderen, of ook al ga je op bezoek, wat dan ook. Om zeg maar op die manier te kunnen eten. Je moet gewoon je spullen gewoon bij je hebben. Ik merk vooral gewoon nu ik wat gezonder bezig ben. Ja? Nee, hoeft niet. Dankjewel. Ik merk gewoon dat je jezelf gewoon heel erg moet voorbereiden. Qua voeding en eten. Want buiten... Vind je gewoon meestal allemaal ongezonde dingen of dingen die je gewoon niet mag. Ik denk van, ja, het wordt je zeg maar wel moeilijker gemaakt. Maar ik ben echt op dit moment zo gemotiveerd met alles wat ik aan het doen ben. Ik heb wel altijd van als ik ergens mee bezig ben of altijd als ik zeg maar iets heel graag wil. Dat ik dan heel erg obsessief raak met wat ik aan het doen ben. Dus dat is ook wel een beetje gevaarlijk. Maar dat heb ik nu een beetje op dit moment. Maar dat vind ik eigenlijk alleen maar fijn. Want... Ik hou me gewoon heel erg goed aan de regels. Het gaat me echt goed af. Ik ga lekker mijn tas inpakken. Wetende dat ik gewoon in België ook gewoon super goed heb gegeten. En dat ik dan met een goed gevoel weg kan gaan. Wij hebben net trouwens oké gespeeld. Dat was echt super gezellig. En ik en Nessie hebben gewonnen. Wij zitten weer in de auto naar Nederland. En ik zit weer met Nessie in mijn auto. Dat is lang geleden. Leuk hè. Nee, hoe vond je het op de heenweg naar België? Vond je het saai of dacht je van, nou ja, eigenlijk vind ik wel leuk. Wel 90 kilometer per uur. Je ging wel te bellen eigenlijk, hè? Zo schattig. Doe licht aan. Ja? Ik zie me. Wat wil je zeggen? Wat wil ik zeggen, joh? De happetje. Lekker terug naar de katten. Ja, daar heb ik wel echt zin in. Dat is mijn kat. We hebben trouwens ook keer gespeeld en de verliezer zou dus spullen halen voor onze katten. En als verliezer wij zo... spullen halen voor onze katten? Ja. En als wij verliezen moeten we ook spullen halen voor onze katten. Oh nee. Die,
degene die verliest zeg maar tegen ons moet spullen halen voor onze kat. En als wij zouden verliezen, zouden wij spullen moeten halen voor Jano, de hond, zeg maar, van mijn schoonouders. Maar wij hebben gewonnen. Dus Dina en Lira krijgen allemaal cadeautjes binnenkort. Echt leuk. Dus cat, kijk er naar uit. Cat pret pakket. Kijk wie dit is. Mijn kleine schatjes. Hallo. Ik heb jullie gemist. Hoi schatjes, hi Lira, hallo. Jongens, zoals jullie horen zijn wij weer thuis. Ik ga gelijk even mijn gezicht wassen en een pyjama aandoen. En dan ga ik gewoon gelijk naar bed, want ik wil even mijn ritme weer oppakken. Ik zie jullie morgen weer, doeg!